Wat roepen ze nou elke keer? Ze roepen voornamelijk help. Dat is het moment dat je aangeeft dat je de bal wil hebben. Zoals je ziet, iedereen heeft de helm op. Dus je ziet niet alles wat er op het veld gebeurt. Zodra je blijft communiceren, dan weet je waar de vrije man staat. Dus waar de help vandaan komt, is waar je man vrij staat. Jan-Bert de Lepper staat vandaag langs de kant, geblesseerd. Maar er wordt volop getraind hier in Tilburg. We trainen elke maandag en elke vrijdag, weer of geen weer. Nou is lacrosse natuurlijk nog niet een hele bekende sport in Nederland. Waarom ben je er zelf aan begonnen? Nooit een voetballer geweest, nooit een hockeyer geweest. Dus op zoek geweest naar een wat nieuwere sport. Dat was er niet. En een van mijn vrienden die kwam met het idee om te gaan lacrossen. Het zijn combinatie lijkt het haast van hockey en ja, baseball, een beetje rugbyachtig voetbal op een veld. Het heeft de regels van ijshockey. Dus als mensen naar een ijshockeywedstrijd kijken, dat kun je verwachten op het veld. Natuurlijk is het door de lucht in plaats van over het ijs. Maar daar lijkt het ook een klein beetje op. Inderdaad, die helmen. De helmen, de sticks, de bodychecks, de klappen die je uit mag delen. Dus wat dat betreft is het een heel fysieke, dynamische sport. We pakken er even zo'n netje bij, of een stick, of hoe noemen jullie het eigenlijk? Ja, het is een stick van pak een beetje 90 centimeter tot een meter. En met aan het einde een breder stuk waar een netje in hangt. Dat netje wordt gebruikt om zowel de bal te vangen, de bal in de stick te houden. Je moet het kredelen, heet dat. Om te voorkomen dat de tegenstander de bal uit je stick tikt. En vervolgens kun je het netje zo afstellen op je eigen wensen, zodat je het makkelijkst kan gooien of op doel kan schieten. Precies, want uiteindelijk staan er een soort puntachtige doelen aan de weerszijde van het veld, de grootte van een hockeyveld, waar de bal uiteindelijk in moet verdwijnen. En het gaat met enorme snelheid. Hè? Ja, het is constant in transitie, zoals ze dat noemen. Dus op het moment dat de bal verloren wordt aan de ene kant, wordt er meteen naar de andere kant gerend of de bal wordt gegooid. Dus je bent constant van de ene kant van het veld naar de andere kant aan het rennen. En de puntentelling is zo simpel dat elke bal in het doel is gewoon een punt? Ja, heel makkelijk. Eén bal in het doel is een punt. Er bestaat niet zoiets. Een balletje. Er bestaat niet zoiets als gelijkspel. Dat is Amerikaanse sport, die kennen geen gelijkspel. Dus je speelt door tot er een winnaar is. Lekker Stijn. Lekker. Tim Wolbrink, voorzitter van Lacrosse Nederland, staat echt te genieten. Ja, ik vind het heel mooi. Wat ik vooral heel mooi vind is dat nummertje 21, dat is Stijn. En Stijn die zit een jong oranje van Lacrosse. Mm-hmm. Ja, die jongen is 17 jaar, dat is echt een talent. Maar wat moet je kunnen? Wat is het talent? Ja, ik zeg heel vaak, en ik hoop dat ik ooit gelijk krijg, dat deze sport zit zo dicht tegen de Nederlandse cultuur aan. Ik bedoel, de stick van hockey, het groot en atletisch. Ik bedoel, Nederland zijn atleten, we kunnen gewoon goed sporten over het algemeen. Ja, lacrosse past bij de Nederlander, past bij onze bouw, hoe wij sport beleven. En het valt technisch en tactische. We willen altijd tactisch, we willen altijd net iets slimmer zijn dan de rest. En dat is lacrosse. 20 nationaliteiten gaan er meedoen vanaf 20 juni. Ja, aan die EK maken we dan een kans? Wij maken een hele grote kans. We maken bij de heren kans om Europees kampioen te worden. Oh. We zijn afgelopen EK zijn we tweede geworden. En de afgelopen WK hebben we echt net de halve finale gemist. Toch vreemd dat we dat eigenlijk nog helemaal niet zo weten als gewoon Nederlandse stervelingen die als ze aan het EK denken eerder aan het voetballen denken natuurlijk. Ja, lacrosse bestaat nog maar 10 jaar in Nederland. En het is een hele jonge, frisse, nieuwe bond en nieuwe sport. Ja, mensen kennen het gewoon nog niet. Het is gewoon nog niet vaak op tv geweest, niet vaak in de krant. Ja, terwijl dat het in 1928 al op de Olympische Spelen was, notabene. Ja, Olympische Spelen 28 Amsterdam. Wel tijdens een marathon ook van de Olympische Spelen. Dus ik denk niet dat het demonstratiesport. Ja, precies. Ja. Op dat moment was lacrosse een heel andere sport dan het nu is. Nu is het commerciëler, het is, jonge mensen vinden het leuk, het heeft iets dynamisch, energieks. En vroeger was het gewoon, in 1928 was het zoals de Indianen het vroeger in Noord-Amerika speelden. Heel rauw en heel heftig, zeg maar. En het groeit heel snel in Nederland, want op tal van plekken worden er op avonden zoals deze trainingen gegeven om die sport meer bekendheid te geven en nieuwe clubs op te richten. Ja, we merken gewoon dat er echt heel veel interesse is, heel veel nieuwe plaatsen om lacrosse te spelen. Dus we hebben een soort van conceptje tegen, we gaan een karavaan, we gaan door het land trekken en we organiseren elke maand in een nieuwe stad een clinics om een nieuwe club te starten. Ja, dat is heel succesvol. En helpt zo'n EK in Amsterdam dan ook mee? Ja. Mensen die raken daar een beetje door getriggerd. Denken van, ja, wat is dat dan? En ik moet het toch maar een keer proberen. En dat is het unieke aan lacrosse. En ik weet niet, ik heb heel veel andere sporten gespeeld, maar als mensen eenmaal zo'n stick in hun handen hebben gehad, dan zijn er weinig mensen die niet verder gaan. Dat is een beetje mystiek iets mysterieus. Liggen er hier een paar sticks, want dat wil ik ook wel even proberen natuurlijk. Ja, dat kunnen we zeker doen. Ja, zeker. Ja.
Nou, dit is een stick. Dat is een ongeveer een meter lang. Ja. Oranje balletje in het netje. Ja, en nu? Oranje of witte bal inderdaad. En wat je nu eigenlijk doet is... ik weet niet of je ooit gehonkbald hebt, maar het is een beetje dezelfde beweging. Hè. Dus je beetje vanuit de zij zo. Ja, eerst komt de knop van de achterkant van de stick. En je draait je heupen en de bal die vliegt erachteraan. En, over de schouder. Over de schouder, ja precies. En ik ga het niet al te hard doen, maar oké. Nee, maar gewoon... coach maar even. Ja, als je gaat vangen moet je de stick eigenlijk voor je hoofd houden. Met twee handen, met je linkerhand onder, je rechterhand boven. Laat me komen. Hij komt tegen de stok aan. Nog een keer. Blijf proberen. Ja, natuurlijk. Ja, ik wil hem absoluut. Nu komt die magie. Nu komt het gevoel. Hij kwam een beetje in de richting tegen de stick aan. Komt hij nog een keer? Kijk, dat is al beter. Oh, weer mis. Probeer echt die stick zo te houden. Ja! Dat is het gevoel, dat is het gevoel. Nog één keer, daarom heb ik het. Yes! Dat was, je leert snel, ik zie een talent.